Midden-Nederland in Utrecht op de Braille-dreef. Surveillante Patrick en Jan Bart zien een Nissan rijder door rood knallen. Dat is buiten bepaald. En nog een keer de rood. Ja. Nog een keer de rood. Fietsen, fietsen, fietsen. Oeh, zo, die fietsen die is ook gaaf hoor. Godzien mij, nee. Wat? Elektrische fiets, hè, dit? Kijk dan, Jan. Kijk die, Hij baast. Zullen we even een plekje zoeken? Of nog even kijken wat hij nog meer doet, dan? Ja, even kijken. Drie keer rood in ieder geval. Kijk. Wat is dit aan, Jan? Ja. Rechts vrij, we gaan meteen aan de kant zitten. Vier keer rood. Deze bestuurder maakt het wel heel erg bont en krijgt een stopteken. Steef je motor uit. Ik ben te laat. Vind je het normaal wat je doet? Nee, ik ben te laat, klopt. Nee, niks mee te maken. Je rijdt gewoon vier keer de rood. De laatste keer rij je gewoon om een auto heen om de rood te rijden. Slaat toch helemaal nergens op, of wel? Ik zou graag even je rijbewijs willen. Je krijgt drie bekeuringen en educatieve maatregel gedrag. Spijt me, ik heb alles vergeten. Ja, dan hebben we een grotere uitdaging. Dan wil ik in ieder geval even je legitimatiebewijs. Nou, anders mag je misschien wel mee naar het bureau, want dan ga even kijken wie je bent. Ja, ik ben alles in mijn andere auto vergeten, sorry. Ja. Het spijt me. Het slaat echt helemaal nergens op wat je aan het doen bent. Chef, ik weet het, ik weet het. Ja. Ik ben plat voor mijn examen. Wat voor examen moet je doen dan? Rijexamen? Nee, geen rijexamen. Nee, want dan weet ik al dat je niet gaat slagen. Nee, het is geen rijexamen. Oké. En dan gaan we eens even kijken wie je bent. Is dat de auto op jouw naam? Dat is je vaders auto. Is hij aan het schrijven? Ja. Ik heb hem hier. Ik moet eventjes de gegeven. Heb je een BSN? Hey, nogmaals, je hoeft geen antwoord te geven, hoor. Maar waarom doe je dat? Te laat. Te laat. En dan ben je te laat weggegaan, hè? Ja. Is een hele belangrijke afspraak die je hebt? Dat is helemaal stom. Maar nogmaals, het gaat echt nergens over. En vooral die laatste actie. Mensen staan gewoon te wachten voor het verkeerslicht. Je stuurt er gewoon omheen. Nee, ik ben net gebeld. Ik heb een goede reden, maar ja. Nee, het is geen goede reden. Want als je iemand aanrijdt, en die kans is heel groot, hè. Ik ben vier keer door rood gereden trouwens, hè. Al vanaf het winkelcentrum rij je wel achter, hè. En er kan geen enkele reden zo goed zijn om dat te doen. Dat bestaat gewoon niet. Je krijgt in ieder geval drie procesverbalen en we gaan je aanmelden bij het CBR voor een educatieve maatregel gedrag. Je weet wat dat inhoudt? Oké. Educatieve maatregel gedrag is dat het CBR gaat kijken of dat je misschien op cursus moet komen. Om te kijken of je rijgedrag aan kan passen. Want zoals je nu rijdt, wat ik net al zei, ben je eigenlijk je rijbewijs niet waard. Je rijdt gewoon drie keer de rood. Vier keer. Zomaar. Omdat jij te laat bent. Dus. Heb je verder nog vragen? Oké, wens ik je een fijne middag verder. Deze bestuurder mag drie keer €230 aftikken en hij wordt aangemeld voor de educatieve maatregel gedrag. Deze verkeerscursus kost hem ruim €1100.